Oertijddruppels is de naam van de nieuwe tentoonstelling in het Oertijdmuseum hier in Boksel. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. We zijn hier bezig met het bouwen van een nieuwe tentoonstelling. Kun je er iets over vertellen? Ja, we gaan barnsteen tentoonstellen en dat is versteende hars. Die is ongeveer 100 miljoen jaar oud. En die gaan we hier laten zien in een paar prachtige bomen die we nagemaakt hebben. Ja, en nu is het nog met zeil bedekt, maar de bedoeling is, mogen wij er even in zo? Ja, natuurlijk. Kom maar mee. En want je hebt ook nog iets speciaals bij. Ja, dat klopt. Hierin zitten eigenlijk alle stukken die we tentoon gaan stellen. Oh. Dus de hele tentoonstelling zit hier in deze koffer. En wat je in je koffer hebt, hoe oud is dat? Dat is dus bijna 100 miljoen jaar oud. 100 miljoen? Yes. Nou, dan gaan we heel voorzichtig achter het zeil. Yes. We zijn nu achter het zeil, op de plek van de tentoonstelling. Ik zie bomen. Ja, dat klopt. We hebben hier een aantal bomen uit het bos nagemaakt. Letterlijke kopieën gemaakt met behulp van een mal. En daarin hebben we eigenlijk allemaal gaten geboord. Allemaal gaten om doorheen te kunnen kijken. Daar hebben we lampjes achter geplaatst en een vergrootglas, omdat het meeste barnsteen is niet zo heel groot. En daardoor kun je ze goed zien. Sorry, barnsteen? Ja, barnsteen, dat is dus versteende hars. En dat is waar de fossielen in bewaard zijn gebleven. Oké, dus die fossielen zijn vroeger, lang geleden, terechtgekomen in barnsteen, waardoor ze zijn geconserveerd. Zeg ik dat goed? Ja, ongeveer. Wat er gebeurt natuurlijk als een boom verwondt, beschadigt, dan gaat er hars uitlopen om vooral infecties tegen te gaan en als een soort beschermlaagje te dienen. En die hars is natuurlijk plakkerig. Ja, je kent het wel eens als je in het bos gelopen hebt en je hebt een paar dennenappels opgeraapt dat je handen in één keer plakken. Nou, dat komt van die hars. En daar blijven dus ook insecten in plakken en soms ook bloemetjes die door het bos heen waaien en dat soort dingen. En in dit geval is die hars versteend en gemineraliseerd. En daardoor is dat heel lang bewaard gebleven. En dan noemen we het barnsteen. En dat is waar die fossielen dus echt die insecten en die dinoveren en allerlei andere objecten in zijn blijven zitten. Ja, want je hebt het nu over dinoveren. Ik weet een beetje wat er in jouw koffer zit hier. Ja, dat klopt. Kunnen we die eens openmaken? Ja, natuurlijk. Ja, ik had eigenlijk een hoop met veren verwacht eigenlijk. Ja, precies. Van die grote veren. Wat we hier zien zijn houders. En in die houders hebben we met behulp van een edelsteenzetting, hebben we daar die barnsteen in vastgeklemd, zodat ze mooi veilig bewaard zijn. Ik zal er hier voorzichtig eentje uithalen. Ja. En dan kunnen jullie een beetje zien hoe dat dus dan erin geklemd zit. En hier zien we heel duidelijk een heel aantal veren zitten. Oké. Maar ik dacht, ik had iets gelezen van veren. Ik denk dat het gaat met vogels met grote veren. Maar dit zijn veren van een? Nou, dit zijn veren van een hele primitieve vogel. Maar we hebben ook een aantal veren van dinosaurussen erin zitten. Ja, veren en dino's. Kun je dat uitleggen? Ja, nou ja, dat weten we nog niet zo heel lang. Eigenlijk zijn de eerste dino's met veren al wel 200 jaar geleden gevonden. Alleen die zijn in eerste instantie niet geïnterpreteerd als zijnde dino's met veren. En pas eigenlijk sinds een jaar of 20 weten we dat een heel aantal dino's veren of veerachtige structuren hadden. En die veerachtige structuren en ook de complete veren, die zijn dus met, ja, langzaam maar zeker hier en daar ter wereld op verschillende plaatsen gevonden. Oké, en veren associeer ik met dino's die vliegen? Of zijn er ook dino's die lopen met veren? Ja, in principe het idee er op het moment achter is dat de eerste veren vooral waren ter isolatie. Want een vliegveer, een veer die je nodig hebt om te kunnen vliegen, zijn asymmetrisch. Die zijn heel stevig in elkaar gehaakt om natuurlijk die lucht tegen te kunnen houden en daarmee te kunnen vliegen. Maar daarnaast is het ook heel complex, zeg maar, qua ademhaling en qua spieren die nodig zijn om te kunnen vliegen. Het borstbeen moet bijvoorbeeld heel groot worden en er moet heel veel zuurstof naartoe kunnen. En dat zijn dingen waarvan we weten dat die bij sommige dinosaurussen langzaam zeker op gang kwamen. Dus de meest primitieve veren, of eigenlijk protoveren zoals dat dan genoemd wordt, dat zijn eigenlijk hele eenvoudige haartjes, kleine sprietjes. En wat je dan langzaam ziet is dat die sprietjes gaan splitsen, want ja, een gesplitst sprietje heeft voordelen, dat is betere isolatie. En dat ze op een gegeven moment steeds meer gaan lijken op wat we nu kennen als donsveren. Want die dienen ook voornamelijk ter isolatie. En langzaam maar zeker zien we bij sommige groepen echte vliegveren ontstaan. En er is nog steeds heel veel discussie onder paleontologen van, hey, welke veren zijn er nou echt geschikt om mee te vliegen? Welke dino vloog er als eerst en is echt de eerste vliegende? En paleontologen zijn dino-kenners? Ja, dat zijn eigenlijk mensen die onderzoek doen naar fossielen. Van deze weten we dus dat die van een Celurosaurus is. En dat is een groep kleine vleesetende dino's. Hoe groot is zo'n dino? Er zijn verschillende soorten van, de meeste zijn rond een meter, anderhalve meter, soms zelfs 2,5 meter. Ja, dan kijken de kinderen hier doorheen en dan is een lamp. En daarvoor komen dus het barnsteen te liggen met de veertjes erin. Neem ik aan, toch?
Ja, dat klopt. Dan hebben ze dus een vergrootglas waardoor die kleine stukjes vergroot worden en ze erg goed te zien zijn. Hartstikke mooi. En wanneer begint de tentoonstelling? 14 oktober openen we de tentoonstelling en die blijft dan eigenlijk minimaal 6 maanden bij ons staan. Je hebt nog iets extra's toegevoegd. Kinderen kunnen zelf ook iets doen. Jazeker. Er zit straks een grote knop aan de muur waarbij de kinderen zelf de lampen in de vitrines, of eigenlijk ja, vitrines in de kijkgaten aan kunnen zetten. En op het moment dat ze dat dus doen, gaan die lampen branden. Op alle bomen naast elk kijkgat zit ook een nummer. En dat correspondeert weer met een grote plaat aan de muur waarop ze kunnen zien ja, welk fossiel, welk diertje erachter dat kijkglaasje te zien is. En op die manier kunnen ze dan zelf op zoek gaan naar alle beesten die wij in deze bomen verstopt hebben. In het openingsweekend hebben we een barnsteen workshop. Daar kunnen ze zelf hun barnsteen polijsten. We hebben hier setjes liggen en daarmee kun je eigenlijk vrij eenvoudig kijkgaatjes maken en dan zelf op zoek gaan naar fossiele insecten. Maar dat is alleen dit weekend? Ja, dat is alleen dit weekend. Oké, okay, nou ik wens je heel veel succes en dat er heel veel kinderen en ouders hier op bezoek komen. Dank jullie wel.